Zo, we zijn bij deel 2 van de video met de omslagdoek op de breiring. In de vorige video heb ik uitgelegd hoe je die 4 punten kan maken. En inmiddels ben ik zover dat ik hier de doek in elkaar kan gaan zetten. Ik begin met de middelste 2 punten, de puntvormen van de omslagdoek. En die ga ik in elkaar naaien. Ik gebruik gewoon een naald die... volgens mij bij het setje breiringen zat. En de kleur, een van de kleuren die je, waar je mee aan het breien bent geweest. Even kijken hoe ik dat uit kan leggen. Ik heb het hier even in het klein. Je pakt een punt met een linkse mindering en een punt met een rechtse mindering. Dus 2 verschillende puntjes. En die leg je tegen elkaar aan. Maar dan, let even niet op al die tekeningetjes en die cijfertjes die erop staan hoor. Maar dit is de goede kant die je boven hebt liggen. En dan draai je die dus om, zodat je de verkeerde kant, dat je daar naartoe kijkt. Dus de verkeerde kant leg je bovenop. En dan leg je ze met de schuine kanten, de langste kanten van de punt, die gaan aan elkaar vastnaaien. Is het zo een beetje duidelijk? En ik heb hem dan voor nu, heb ik hem omgedraaid. Begin ik onderaan, langs de kanten van de punt heb ik zo liggen. Dus leg hem ook even zo neer en dan kun je met me mee naaien. Kijk, hier heb je die puntjes. Kan je dat een beetje zien? De puntjes van de doek. Die heb ik bovenaan liggen. Dit is dus de verkeerde kant. Hè? De andere kant ziet er zo uit. En ik begin helemaal onderaan. En die ga ik even netjes leggen nou voor de camera. Zo, mijn lapjes liggen goed. De draad zit op de naald. Ik heb een hele lange draad genomen. Omdat je van onder tot boven moet kunnen naaien. En ik begin onderaan. En dan ga je dus... dit stukje van hier tot daar met steekjes aan elkaar vastzetten. En die steekjes zitten niet helemaal gelijk aan deze kant en aan die kant. Dus je moet dat een beetje op zicht of gevoel doen. Ik begin hier bij het onderste steekje. Daar pak ik alleen het bovenste lusje van. En die leg ik op de naald. Andere lapje ook het bovenste lusje. En daar haal ik dan de draad doorheen. Dan ga je naar het lusje daarboven. Pak je ook alleen de bovenkant. En een lusje van het groene lapje. Ook de bovenste kant. Dan haal je de draad weer terug door. En dan gaan we weer die kant op. Dus pak je hier de volgende. En de volgende blauwe. En weer terug. Die kant weer op. En dan zit hij netjes aan elkaar vast. Andere kant zie je er helemaal niks van. Dan krijg je hier dat stukje met die dropstitch. Die sla je gewoon over. Laat je gewoon een stukje over wat je dadelijk mee kan vlechten. Even kijken, we kwamen zo uit. Dus we beginnen hier weer van rechts naar links. Leg ze weer netjes tegen elkaar aan. Hier weer een lusje. En daar weer eentje. En weer terug. Alleen de bovenkant van het lusje pakken, zodat je hem niet aan de andere kant kan zien, de goede kant van je doek. Er zijn natuurlijk meerdere manieren om hem, hoe je lapjes aan elkaar kan naaien, maar je kunt het met een haaknaald doen of de matrassteek. Wat jij wil of mooi vindt, kan je allemaal doen.
Ik laat je gewoon één manier zien hoe dat ik hem aan elkaar zet. Zo, dan zit hij één stukje aan elkaar vast. Aan de andere kant zie je helemaal niks. Nou, zo ga je door tot helemaal bovenaan. En dan zet je de andere twee puntjes er ook aan vast. Die zal ik ook nog even laten zien hoe je die moet vastzetten. Momentje. We zijn dus nu dit stukje aan elkaar aan het naaien, hè? Met de verkeerde kant naar boven. Zo. Dan pak je aan de linkse kant een lapje met de linkse mindering. Dus die heb ik zo, goede kant. Verkeerde kant naar boven. En die naai je met de rechterkant. Hier tegen de rechterkant aan. Dat doe je aan de andere kant. Zo. Hetzelfde, het lapje met de rechtse mindering. Omdraaien. En die naai je dan hier zo tegenaan. En dan wordt dit de rechterkant van je omslagdoek. En daar komt dan de punt. Dan zijn mijn papiertjes niet helemaal netjes geknipt. Dus hij is niet helemaal recht hier. Maar jouw lap, als het goed is, dadelijk wel. Dus naai die vier stukjes aan elkaar vast. Ga ik dat ook doen. Zie ik je zo weer terug. Zo, inmiddels ben ik zover dat mijn vier punten in elkaar zitten. En de omslagdoek is nu enorm groot. Maar dat moet ook, want als je die vlechten gaat maken, dan wordt je heel stuk kleiner. Dus hou daar even rekening mee. Ik heb er hier al een paar gemaakt. En ik ga nu laten zien. Ik ga hem even goed leggen en dan kunnen we gaan beginnen. Je legt je werk met de goede kant naar boven. En ik gebruik een haaknaald 10 mm. Als je die nou niet hebt, kun je ook je vinger gebruiken. Maar ik heb van die dikke propjes, dus met mijn vingers gaat dit niet lukken. Ik heb echt een haaknaald nodig. En het is geen haak, het is echt gewoon een hulpmiddel. Dus iedereen kan dat met een haaknaald. Werk van rechts naar links. En ik begin hier aan de zijkant. En ik begin dan ergens in het midden, omdat ik die al heb gedaan. Hè? Maar dit is voor iedere rij hetzelfde. En dan pak ik even die draadjes die zo'n beetje in elkaar gedraaid zitten. Dat neem ik als mijn eerste pluk. En dan pak je haaknaald met puntje naar beneden. En dan pak je die pluk op. En dan draai je je naald. Dan nog één keer doen, want volgens mij was ik buiten beeld. Puntje naar beneden erin zetten. En dan draai je de naald. Of je vinger. En dan pak ik het volgende setje van drie plukjes. Ik heb het over plukjes, maar het zijn touwtjes. Dus drie draadjes. En die haal je dan door die lussen die op je naald zat. Pak je het volgende groepje. Die haal je er ook weer doorheen. Volgende groepje. Nou, dit is dezelfde techniek als ik die vlechtgel heb gemaakt op de breiring. Sommigen hebben die misschien wel gemaakt. En dit is precies dezelfde manier. En je kunt ook zelf kiezen of je met 2-om-2 draadjes werkt of misschien 1-om-1. Kijk maar wat jij mooi vindt. En welk soort wol je gebruikt of katoen misschien. Kijk wat het mooiste resultaat is. En ik vind het makkelijk om, als ik die drie draadjes heb gepakt, knijp ik mijn vingers allebei daar tegenaan. Die draai ik, pak ik deze vast en dan trek ik die er doorheen. Dus pakken, draaien en hop, de volgende.
En zo ga je dan door tot helemaal naar de andere kant. Ik zal in het midden dat overloopje nog even laten zien. Hier kom ik aan dat ik van de ene lap naar de andere lap ga. En dat ziet er een beetje raar uit, maar je kunt dat heel netjes in elkaar vlechten. Je pakt gewoon weer 3 draadjes, als het mogelijk is bij jou. Je kijkt even hoe dat zit. Ik heb er hier nog 3. 1, 2, 3. En dit is die gedraaide, de zijkant van deze lap. Die doen we hierna. Dus eerst deze. Dan de laatste van de blauwe kleur. Dan gaan we door naar het volgende lapje. Dan zoek je even de eerste 3 draadjes op. De volgende. En dan ga je gewoon weer door. Zie je? Dan loopt hij mooi over. En dan ga je helemaal door. Je hebt een paar, dus 1, 2, 3 van die overgangen heb je. En dan zet je hem op het eind vast. Met een speldje of ik heb er even een steekmarkeerder in gezet. Die steek je dan door het lusje. En aan de achterkant een keer zet je hem vast, zodat hij niet los kan schieten. Nou, als je ze dan allemaal hebt gedaan, dan kom ik weer terug om het af te maken. Inmiddels ben ik zover dat al het vlechtwerk klaar is. En dan zie je, als je het op dezelfde manier hebt gedaan, dat hier de onderkant, of de bovenkant van de doek, dat hij een beetje zo mooi gaat waaieren. En dat geeft echt een, ik vind het een heel leuk effect als je hem om hebt. Maar als je dit nou niet wil, dat hij zo waaiert, dan zou ik deze vlecht, of misschien allemaal, maar in ieder geval deze zou ik dan doen met 2 om 2 vlechten. Of misschien 1 om 1, dat hij wat minder gaat waaien. Dan krijg je een iets strakkere bovenkant. Maar ik vind het mooi, dus ik laat hem zo. Misschien dat ik er daar nog zelfs iets op ga haken. Een stukje, een randje met kant of zo. Moet ik even over nadenken. Maar we gaan nu in ieder geval de zijkant vastmaken, die lusjes. En ik ga hem uiteindelijk haken, maar ik ga het laten zien met naald en draad. Omdat ik weet dat niet iedereen van jullie kan haken. En dan kun je in ieder geval aan de gang als je met naald en draad wil doen. Ik heb mijn draad al op de naald zitten. En wacht, ik heb er hier 2 lusjes aan elkaar zitten, momentje. Ik begin op de hoek, de naald van onder naar boven. Hier heb ik nog een draadje die ik weg moet naaien straks. Dan ga je naar de volgende steek. Dan ga je ook van onder naar boven door de steek heen. Hier ook van onder naar boven door de volgende steek. Beetje hetzelfde eigenlijk als afhechten op een breiring. Zie je niks van. Even kijken, ja, dan zijn we bij het lusje aangekomen. Kijken of hij goed zit, zo zit hij goed. Ook van onder naar boven doorheen steken. Dan mag het merkje eruit. Markeerdertje. Trek je hem een beetje glad en dan ga je naar de volgende steek toe. Kijken waar die zit. Dan heb ik hier een groot gat. Dat hoort eigenlijk bij die drop stitch. Maar ik vind het niet zo heel netjes. Dus ik steek daar een keer extra doorheen. Dat die wat strakker komt te zitten. En dan naar de volgende steek. Zo, dan heb je je vlechtje netjes weggewerkt met naald en draad. En krijg je een mooi rechterhandje aan de zijkant.
En zo ga je helemaal door tot onderaan. Dan maak je een knoopje in en dan zit hij vast. En ik ga dit nu doen met een haaknaald. Misschien kan ik die ook wel even laten zien. De haaknaald heb ik erbij gepakt. Maak een opzetlusje op de naald. En de draad maak je vast op de eerste steek die je hier ziet. Je haalt je draad op en je maakt meteen een vaste. Kijk naar de volgende steek. Steekje onderdoor. Draadje ophalen. En een vaste. Volgende steek. Soms een beetje moeilijk te zien, maar dan kijk je gewoon wat logisch is voor jou. Waar kun je hem insteken en waar komt de steek uit? Deze is van de drop stitch, dus we kunnen nu het lusje erbij pakken. Dingetje eruit halen. Draad ophalen. Vaste maken. Heb ik hier weer hetzelfde gat als net. Daar ga ik ook een vaste op maken. Hier, wacht, die doe ik anders. Ik steek hem daar nog onderdoor. Dat hij dadelijk mooi plat tegen de rand aan komt te zitten. Zo, is beter. Volgende steek. En zo ziet je rand eruit uit met haken. Krijg je dus hele mooie V'tjes aan de rand van je werk. Je hebt een heel mooi, strak, netjes effect. Nou, ik ga zo door. En dan kom ik dadelijk terug onder in het puntje. Zo, ik ben bij de punt van de doek aangekomen. Nou, hij wil niet meer. Ja. Jo. Nog één steek hier. En dan heb ik één hele zijkant gehad van de doek. Hier heb ik al die eindjes bij elkaar geknoopt. En die laat ik gewoon zitten, want ik wil er daar nog wat franjes aan gaan maken. Dus deze draad ga ik nu sluiten. Ik steek hem gewoon hierin. Met een halve vaste. Dan knip je de draad af. En dan haal je hem nog één keer door de lus op je naald. Aantrekken en dan kan die ook als franje erbij. Oepsie, oepsie, oepsie. Sorry. En dan is één rand vast klaar. En de andere rand ga ik ook nog doen met blauw. En dan de bovenkant van de omslagdoek ga ik anders doen. En die laat ik zien in deel nummer 3. En als je er nog franjes aan wil maken, daar heb ik een aparte video van. Franjes aan je sjaal heet die video. Daar kun je zien hoe je dat makkelijk en snel kan doen. Nou, ik hoop dat jullie weer vooruit kunnen met de doek. En dan zie ik jullie nog in video deel 3 bij de laatste afwerking. Alvast heel veel plezier en als je nog vragen hebt of opmerkingen, laat ze hieronder even achter. En dan zal ik ze zo snel mogelijk proberen te beantwoorden. Maar ik zeg altijd, heb geduld. Nou, tot snel!